Zijn ogen, zijn haar. Gewoon helemaal. Zijn haar, zijn ogen, zijn hele gezicht. Zijn benen, hij heeft mooie benen, gespierd. Het is gewoon een lief koppie. Nou, lekker gespierd. Mooi lichaam. Ja, dat denk ik gewoon zo, die is leuk, maar meer denk ik niet. En hij lacht altijd. En hij lacht altijd? Ja, zo lief. Nou, hij ziet er niet slecht uit. Hij ziet er niet slecht uit? Nee. Van die twinkeloogjes. Is bijvoorbeeld een droom had ik een keer dat hij was gevallen met zijn hoofd op het beton. En toen moest ik hem dus redden. En toen had ik hem dus naar het ziekenhuis gebracht en zo. Nou, dat was het. En zijn nek. Zijn nek? Ja, ik vind zijn nek zo leuk. Als je hem ziet lopen op het veld, dan heeft hij zijn hoofd omhoog en dan zie je dit zo. Heeft hij zijn mond open en dan zie je zijn nek zo. Alles? Ik weet niet. Zijn hoofd. Zijn stem is wel leuk. Zijn stem? Vind je dat Patrick een leuke stem heeft? Ja. Wat is er dan bijzonder aan zijn stem? Gewoon lief. Stel je voor dat Patrick nu binnen zou komen hier, wat zou je dan doen? Dat zou ik heel hard schrikken. Ja? Zeggen. Hij is lief. Hij ziet er lief uit. Hij is knap. Hij kan goed voetballen. Sympathiek. Ja, weet ik veel wat allemaal. Hij is gewoon alles. Hij heeft leuke oortjes. Leuk haar. Heeft hij leuke oortjes? Ja, vind ik lief. En lekker kontje. En hij is wel lang. En bruin. En hoe gaat een dagdroom bij jou? Nou, als ik op school zit, denk ik van... Nou, dan wordt er geklapt, denk ik van, Patrick komt binnen. Nou, en ja, zo gaat het dan. Heb je in je dromen al gezoend met hem? Ja. Ja. En hoe was dat? Lekker. Wat een vraag, hé. Maar ja, soms waren ze wel gek van mij, hoor. Dus ik de dag van, Patrick. Zo zit ik gewoon de hele dag dan. En dan... Hoe doe je dat dan? Ja, gewoon heb ik zin in aan. Denk van, ik ga gewoon Patrick dagje houden. Dan ga ik gewoon de hele dag aan Patrick denken en zo. En hou je een Patrick dag? Ja. En hoe gaat de Patrick dag? Nou, dat ik 's morgens wakker word en ik kijk omhoog. Ik zeg van, nou Patrick, goedemorgen. Ja, want hij hangt boven mijn bed. En dan zegt mijn moeder van, nou wat heeft Ajax gisteren gedaan? Ze zegt, nou zo en zo. En Patrick heeft ook gescoord. Oh, nou ja. En nou, in de beurs, ja, Patrick, ja, Patrick. En dan beginnen ze al van, heb je Patrick ook gezien? Ja, ik heb Patrick gezien. Tuurlijk heb ik Patrick gezien. En dat is al helemaal mis, want dat is de hele dag Patrick. Zijn kont. En zijn ogen. Die vind ik toch wel heel mooi. Je zou onmiddellijk met hem trouwen? Ja. Geen seconde twijfel? Nee. Hij heeft een vriendin. Vind je het erg dat hij een vriendin heeft? Ja. Waarom? Nou, gewoon. Ik baal ervan. Ik liever dat hij vrijgezel is. Ja? Dat jij nog... Als hij nou hier in deze camera zou zitten, wat zou je tegen hem willen zeggen? Dat hij leuk is. En dat ik van hem hou. Aan het einde van de opnamedag wordt er een groepsfoto gemaakt van de 30 meisjes als aandenken aan een bewogen namiddag. If the words you say are right, if you pay the price, she'll let you deep inside. She'll
let you do the parts of the city. Let open you down. She'll let you in her heart. Oh, shit. Into the secret garden, don't think twice. You've gone and made.